We hopen dat het goed komt, want loodjes trekken bij de steenbeetjes gaat altijd helemaal mis. Ik ga helemaal stuk om moeder. Het eten is er heerlie de peerlie. Er is zelfs dolma. Oh my god. Hij is een very aggressive player. Kijk even hoe schattig deze foto is van mij en Heid. We zitten hier op de logeerkamer met deze fucking schattige konijnen. Good morning bitches en welkom bij een nieuwe vlog vanuit Friesland. Na 4 maanden. Hoi. We are back, hè Heid? We gaan Sinterklaas vieren, dag 2. Of Sinterklaas? Kerst. Het is kerst. Ja, eigenlijk is het wel. We zijn allemaal goed in het rode en zwart, hè? Ook meer. Is dat rode jurk aan, zwarte panty of mayo? Ja, ik wist dat. Ze had een foto gestuurd, dus ik dacht ik match. En toen heb ik Matt even zo geïnsinueerd. Doe je ook rood aan? Oh, ja. En nu heeft hij ook rood aan. Oh, mooi. Maar ook kerstig. Heel kerstig. Groen, rood. Wat is hij dan? Heid? Werkkleren, denk ik. Nee, ja, dat denk ik ook. Ja. Goed, we gaan vandaag de kerstviering doen. En we hopen dat het goed komt, want loodjes trekken bij de steenbeetjes gaat altijd helemaal mis. Dus we gaan het meemaken. Mem heeft ook heel lekker eten gehaald bij Afiyet Olsen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik ben een Turk, ik moet het goed zeggen. Het zijn van die soort van kerstboxen. We hebben er nu 3, heeft Mem opgehaald. En er zitten dan allemaal hele lekkere hapjes in. Dus ik zal het zo meteen even goed laten zien wanneer het uitgestald is. Maar het ziet er heel lekker uit. Dus dat was een hele leuke verrassing die toch ik lekker al wist. Ja, ik heb net een cadeautje gekregen van Mem. Ik ben het nu nog even aan het uitpakken, maar... Het ligt nog niet goed open. Wel schitterend. We denken dat het een bong is om mee te smoken. Nee. Nee, waterpijp. Wow. Ik weet het al. Ja? Voor thee. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Oh, heel leuk. Ja, hè? Ook mooi met goud. Wat schattig. Maar dat is toch voor Turkse thee ook? Ja. Heel leuk. Want jij bent Turks. Ja. Van origine. Ja. Van origine. Oh, wat schattig. En kijk, er zitten ook nog lepeltjes bij. Ja. Ach, wat schattig. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Heel leuk. Nou, zal ik dan jouw cadeautje ook maar vastgeven? Niet van de onder de boom, toch? Nee, niet van loodjes. Oké, ja. Ja? Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is schattig, hè? Nee, dat is voor Pietje. Kool of fles? Oh, voor mijn haar. Ja. Oh, wat leuk. Dankjewel. Leuk, hè? Ja. Dat past weer mooi. Ja. Crème. Bodylotion. Peanut. Oh, nee. Body cream. Cream. Ja. Sensueel nog wel. Oeh. Kom weg wat voor jou. Van Kenzo. En wat is dit, joh? Handbalsem. Oh, wat leuk. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Nee, grapje hoor. Leuk. Nou. Klaas kreeg gisteren. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Jij ook bedankt. Klaas kreeg gisteren een taartje op zijn hoofd. Oh, wat dan? Vind je net een pok? Oh jee. Oh my god. Wat schattig. Hier zit ook een steentje in. Heel leuk. Ja, maar je moet je goed zien. Echt schattig. Kan ik hoge thee? Hoog papa. Hoog papi. Mem zegt, ze kan geen schaar vinden. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. As known as. Er is geen schaar te vinden. Dus nee, want ze had hier altijd al. Dus ze doet het nu wel. Ja, helemaal. Maar jij had het ook gescheurd, toch? Ja, ja, dat. Mijn lekker spul. Mijn ijs. Ik ga helemaal stuk om moeder. Dikke rol duct tape. Je moet roeien, nou, je, manier. Je ziet zo meteen gelijk welke wij hebben ingepakt. Je bedoelt, ik had zo jij hebt ze perfect ingepakt. Nou ja, ik dacht dus oprecht dat ik heel goed kon inpakken. Dus ik zei tegen Matt altijd, ik kan zo mooi inpakken, laat mij maar. Maar als je dan bij Matt thuis komt, nou dan denk je gewoon, ik zit in een film. Dat is perfectie. Dat is echt perfectie. Dat kan jij niet tegen. Nee, maar lange na niet. Dat kan ik ook niet tegen. Het zijn gewoon... Dat hoeft ook niet. Je hoeft niet perfect te zijn in het leven. Nee, dat is... Zeg maar, wie is hier perfect? Nou, ik wel redelijk in de buurt. Fijn dat je
It's me, bitch. It's me. Fijn hoor. Oh, maar weet je, het werkt. Het gaat goed dicht. Zo. Ja, het gaat gewoon het is gewoon ingepakt. Je ziet gewoon niet wat het is. Nee. Gaat het dan. Zo is het. Nee, en het is leuk rood papier. Matcht bij onze outfits. Dus het gaat helemaal goed. Wat wil je nog meer? Het eten is er heerlie de peerly. We hebben hier dus die Turkse soort van tapas-achtige dingen. Ik denk dat dit een soort van brood is, hummus. Een soort van tzatziki, ik weet het niet zeker. En allemaal andere lekkere dingen. Even debatteren. Lijkt het je niet lekker? Ik weet niet wat ik hier moet vervelen. Ja, dat moet je proeven. Maar daar kom je wel achter meteen. Hier hebben we in ieder geval nog rollade. Sorry, ik kan even niet praten, want iedereen praat. Oké, hier ligt rollade. Ik probeer het snel. En nog twee van die bakken. Ja! Kijk even hoe lekker. Er is zelfs dolma. Oh my god. Ik jank. Nou, we hebben net de cadeautjes uitgepakt. En ik heb gekregen wat ik op mijn lijstje had gezet. Gelukkig. Dit is een hele leuke honinglepel. Deze. Dus als je dan honing gaat doen. Of als je dan honing in je thee gaat doen. Dan kan je dit zo leuk zo. Ja, goede dosering. En dit zijn ijsblokjes in de vorm van een roos. En die wilde ik echt al super lang. En ik ben super blij dat ze die bij de Xenos hadden. Dus helemaal blij mee. En met oud en nieuw gaan we dan hele mooie cocktails maken. En dan doe ik daar deze in. Hele mooie roze cocktails. En ik heb wollen sokken gekregen. Lekker drie paar. Hij vraagt overal sokken, 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 sokken. Ik ben er heel blij mee. Hij heeft nog nooit zoveel sokken gehad in zijn leven. Ik ben er heel blij mee nogmaals. Bij Sinterklaas, kerst en nu weer. Yes. En hij is er gelijk aan. Lekker warm. En er is ook nog iets onderweg voor jou. Dus het is een houder voor je kabels die je vast kan plakken. Bijvoorbeeld aan de zijkant van je bureau. En dan geleidt hij die kabels. Ik wist niet eens dat jij dat wilde of op had geschreven. Zo grappig. Tadaa. Maar goed, nu gaan we dus gezellig sjoelen. We gaan altijd met kerst lekker sjoelen. Heb jij wel eens eerder gesjoeld hier, man? Ja. Oké. Okay. Nee, ik check het gewoon even. Verificatie. Nou, dan gaat Mandy beginnen, zie ik. Ik kan het niet. Jawel. Zo. Oh, je hebt hem er bijna in. Een 4. Oh. Dan gaat het in één keer hard. Oh ja. Maar zometeen als je 3 keer bent geweest, of 3 keer mag dan. Gaat wel beter. Ja, als ze op elkaar liggen. Een bakje in bonte bak. Nou, ja, daar gaat ze. Nou, het gaat wel super goed. Ja. Alleen ik moet wat meer in één. Maar kijk, het lijkt wel of dit bak kapot is of zo. Want alles wat ik in de één doe, gaat er niet in. Ja. Oh mijn god. Kom op. Hoppa. Oké, okay, nou ja. 72 heb ik. Nou, helemaal niet gek. Nou ja, wel minder dan Mandy, dus ik sta onderaan. Voor nu. Nou ja, maar het is het eerste potje pas. Oké, 72. Oké, schrijf maar op. Nou, hallo. Hé, de nieuwe hond heb ik nog helemaal niet laten zien op de vlog. Die komt hier niet. Kom maar. Yes, we hebben, of nou, hij heeft een nieuwe hond. Is inmiddels bij 4 maanden. Nee, ik ben en dit is hem. Oh, Jess, je moet naar de scheur. Jess. Kom maar. Naar buiten. Jess, kom maar. Jess, luister niet. Jess, lijkt net op hij. Jess, kom. Jess, kom. Hup. Kom maar. Ja. Met je hompe poten. Kom maar. Kom maar. Zo schattig. Ja. Jess. Jess, Jess, Jess. Kijk eens, Jess. Eigenlijk was het van, het is kerst en nu is die hond daar in zijn eentje buiten alleen. Ik ga er maar mooi bij zitten. Of nou niet buiten. Ja, ga je maar mooi bij zitten. In de scheur bedoel ik. Ja, ik ook. Nou, ik zie er nog niet zoveel in, hè? Stil jij. Ik zeg niks, ik zei niet eens wat, ik zei niks. Hey, mooi. Ik ga er maar weg. Precies. Nou, dit komt veel agressie. Ja, ideaal. Ho. Zie je dat wel? Hij ligt gewoon hier, hoor. Zo. Wil je deze nog? Ja. Bokje, bokje. Ik heb hem nog een keer. Oké. Okay. Zo.
Oh, hij is een very aggressive player. Mag nog een keer. Oh, that's okay. 1, 2, 3, 4. Maar niet 4, dus hij heeft sowieso 80. Lekker hoeveel heb je wie? Heel veel. Nee, 4. Ja, dus 80. En dan heeft hij 2, 5. Maar toch 5, schat. Plus 12 is overal 17, zitten 5 hoor. Plus 1. Jongen, kijk dan. Oh, huh? Ja, inderdaad. What the fuck? Sorry. 100, 108. Zag je dat? Je wou gewoon vals spelen. Nee, niet expres. Ja, mat speelde fout. 108 gewoon. 108. Oh, ja, dat zou ik ze wel zeggen. Hij kan het niet hebben. Nee. Ik kan het niet hebben. Ik heb gewoon gewonnen met Sjoelen. Gefeliciteerd. Met 499 punten. Maar ik had echt een super goede tactiek. Eerst op de zijkanten mikken. En dan gaan ze vanzelf ook in die middelste. En dan daarna heb je overal twee erin. En dan gaat de rest vanzelf. Echt goed idee, hè? Voor mij. Het is geweldig. 499. Kijk even hoe schattig deze foto is van mij en Heid. Toen ik echt nog, nou, ik weet niet hoe oud ik hier ben, maar ik denk 7 of zo, 6. Misschien wel jonger. En dit was op de boot. Dit is toch schattig? Echt cute. Nou, het monster van Loch Ness is weer ontwaakt. Ik ben helemaal ready voor bed. Het is 11:30 inmiddels. En we zitten hier op de logeerkamer met deze fucking schattige konijnen. Goed, we gaan in ieder geval slapen. Het was heel gezellig. De familie Steenbeek lag al te slapen terwijl we nog Home Alone aan het kijken waren. Heb ik dat gevlogd? Ik weet het niet. Ik ga het in ieder geval even laten zien op mijn telefoon, want het zag er echt heel grappig uit. Het is ook niet niks om te moeten verliezen met het sjoelen. Dat is ook vermoeiend. Kijk, daar liggen ze hoor. Nokkie op de bank. Maar goed, we hebben een hele leuke kerst gehad. Matt moet morgen werken in Kampen, dus die moet om 9 uur met de trein. Dus we moeten hier rond 9:30 weg. Dus we wilden niet al te laat gaan slapen, want anders zijn we morgen dood. Heb je een leuke kerst gehad, schat? Jazeker, een hele leuke kerst gehad. Was leuk, hè? Wat me leuk. Ja, was echt heel gezellig. Ja, en nu hebben we een leuke dingen ook gekregen. We hebben hele leuke dingen gekregen. Ja. En nu moeten we weer een jaar wachten totdat het weer kerst is. Fuck my life. Maar gelukkig gaan we het ook nog vieren met een vlindertjesgroep. Nou, dat zegt jullie misschien niks, maar goed. Onze friendgroup. En nog met Luna en Ramon, dus dat is echt super leuk. Maar ja, met de family moeten we er weer een jaar voor wachten. Top. Ja. Maar goed, ik ga nu snel slapen. Ja, heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Als je hem leuk vond, doe je duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En groetjes van deze konijntjes. En dan zie ik je bij de volgende video. Bye. Bye.